Ik weet het niet. Ga ik ook niet denken. Zal je uitleggen waarom we in deze programma zijn? Ik had volgens mij net bij de vorige was aan. Dat kost het haar. Ze staan in beeld. Ja, dat zeg je inderdaad. Kijk, kort, je kan het niet kwalijk nemen. Nee, dat bedoel ik. Ik kom van Noord, maar de Almeerders die jullie al misschien gezien hebben bij Studiestaart. Ja, klopt. Toen ik ook die jaar afsluiten en dat is wat ik zo leuk vind. Vandaag ook bij de jaar afsluiten van Die hebben ook zeker brandend verlangen. Ja. En over dat brandende verlangen gesproken, Mireille. Ja. Waar ben je nu mee? Ja, we hebben bezig de afgelopen 9 maanden hebben we gericht op een geweldig online programma. Samengemaakt met Motivated Minds. Gericht op persoonlijke ontwikkeling en emotionele intelligentie. Dat is een programma wat je eigenlijk leert hoe je ware potentie kan vinden, herontdekken en neerzetten. Ik ben super trots erop. Heeft heel veel gekost. En het is eigenlijk zover. Dus hij is gisteren online gekomen. Wat is het dus voor jou? Eigenlijk een gratis webinar van 1 uur en 8 minuten. Eigenlijk volledig verdedigd met visualisatie, meditaties en een mooie werkboek. Die dus gratis is. Dat moet even. En je kan inschrijven. En dan kan je eigenlijk van wanneer je wilt kijken en waar je het wilt. Hoe fijn is dat? Dat is heel mooi. En waar kan je het vinden? Nou, ze kunnen mij vinden online. Facebook, sowieso Mireille Bruin, Motivated Minds. En ook Instagram Mireille Bruin, Motivated Minds. En op LinkedIn Mireille Bruin. Okay. Als je echt meer wil kijken, een hele fantastische coach, high performance coaches, www.motivatedminds.nl. Ja, want als we het daar toch over hebben, aanstaande zaterdag staat het ook een gebeuren. Ja. Twee collega's, fantastische collega's, als psycholoog en een andere rondkanaler daarnaast. Zij hebben samen een relatie. En die gaan zijn relatiecoaches. En dus het is een event om te ontdekken van hoe kan ik mijn relatie verbeteren, hoe kan ik versterken. Als ik single ben, hoe kan ik dan het juiste op mijn afstand ben. Ik heb een mooie dingen. Ik stel voor dat we. Ik heb een mooie dingen. 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 Ik
Ja, dan hebben we straks nog zo'n open. Ja, nee, dat wel even. Maar zeker wel gewoon, hè? Een hele grote agenda, dus die is ook